En zelfs de corner wordt voorkomen. Waligora, Canaerts. Mooi. Goede controle ook van Hendricks. Canaerts vrij voor de keeper. En mogen we zeggen de eerste goede redding van Gilbert Bodaar dit seizoen. En meteen ook de eerste boze bui bovenop. Want dat was een enorm gat. Goed balletje opzij van Hendricks. Dan Canaerts. En de reflex van Gilbert Bodaar. Ernst, bal te ver van de voet. Mokanya. Opnieuw. Kwijt nu aan Schepens. Meteen richting Gosens. Die draait om zijn as. Ernst probeerde hem rustig opzij bij Wilmots te leggen. Maar het is niet gedaan. Ritschkoff van ver, een schuiver. Het schot van de Rus, Sascha Ritschkoff. En we spelen ondertussen een half uur. Lepnitsch. Schepens. Met zijn rechter nu, dat is niet zijn goeie en zijn schoen gaat mee. Zijn schoen ligt in de kleine rechthoek. Misschien wel het beeld van de eerste helft. Kijk, de bal en de schoen van Gunter Schepens. Daar is de bal en daar komt de schoen. We gaan rusten met 0-0. Twee nieuwe mensen voor de tweede helft bij Standaard. Fauquin en deze Dimitri de Condé. Verdwenen zijn Betagno en Schepens. De Condé. Goed. Tot bij Fauquin, de andere invaller. Verre bal voor Gosens. Controle. Schot Michael Gosens. Safe Jackie Matthijssen. We hebben nog niet veel saves gezien. De doelmans waren nog niet zo vaak in actie. Maar hier moest het. Matthijssen hield het schot van Gosens tegen. Eerst de controle. En dan de save. Bijna drie minuten gespeeld in de tweede helft. Vrije trap staan daar. Waarschijnlijk Wilmots met macht en kracht. Matthijssen lost. En Mukanya moet opruimen. Dat was de Condé. Dan Hellers met een schuiver. En Matthijssen. Van Geneugden.